Goedemorgen. Onlangs heb ik een cursus NLP gevolgd en ik dacht van ja, ik ga er wel het een en het ander weer online van delen. Misschien eerst waarom de cursus gevolgd. We zijn reeds verschillende jaren bezig met hoogbegaafdheid en in die context is er ook een volwassenentraject ondertussen voor hoogbegaafden. En in dat traject zien wij wel continu dat we een hele grote impact maken en dat mensen veranderen door de zaken die we doen. Alleen was ik nieuwsgierig naar te weten van, ja, wat zit daar eigenlijk achter? Waarom veranderen mensen als ze bepaalde stappen zetten, als ze bepaalde dingen doen? Waarom hebben sommige technieken veel meer effect dan andere? En vandaar dat ik de cursus NLP wou volgen. Om een keer een extra kijk te hebben op hoe gaat het dan juist om in het brein? Waarom is de manier dat we dingen formuleren zo belangrijk? En dus vandaar. Dus het wordt een reeksje van, goh, ik denk toch zeker een tiental onderwerpen waar we heel graag dus mee willen delen. Dus in de komende weken zal je regelmatig wel zo'n wat hebben we geleerd vandaag? Post zien passeren. En dat is dan elke keer een NLP-tool die ik ga inzoomen, uitleggen en vooral ook combineren met het verhaal van hoogbegaafdheid. Zo, bij deze volg zeker de reeks. We gaan niet elke keer die volledige uitleg geven, maar we willen toch even kaderen waarom we NLP gevolgd hebben.